De eeuwige mens, dat betekent voor mij de mens in zijn vergankelijkheid. Dus je ziet daar een graan te liggen, maar dat heeft voor mij niets bedreigend. Zo, de mens is helemaal geïntegreerd in die wereld, in die kringloop. Heel lang geleden, 25 jaar geleden, een danstheaterstuk gezien van Anne-Theresa de Keersmaker. En ik vond dat prachtig. En dat waren allemaal vrouwen die zo vooruitstreefden en dan stopten ze voor zo'n imaginaire muur, dus een glazen muur, en dan spaaiden ze zo met hun haren. Dit werk dan noemt Atelier Vogel. En dat is een, ja, dat is de kunstenaar die in zijn atelier vliegt. Atelier, dat is inspiratie en de eigen wereld. Dus alles wat hierboven zit, kan dan zich uiten. Dus het atelier is een prachtige plaats. Ik ben graag in mijn atelier, dus ik zal maar zeggen kunstenaars. Blijf in uw atelier.